Hoi. Moeten de mensen maar wat leren. Ben je toch heel goed in als judo-leraar? Dat weet ik niet. En informatie overbrengen? Ja, dat wel, hè. Maar wel een beetje zinnige informatie oh, graag. Dat is gewoon jammer. Hi. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over leven met een beperking. En dit is mijn vriend Stijn. Ja, vandaag gaan we het hebben over de vraag of Manon wel eens onzeker is over haar beperking binnen onze relatie. Ja, dus. Ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Want ik denk dat best wel veel mensen met een beperking daar wel last van zullen hebben. Ik denk dat er sowieso best wel veel mensen daarvan, niet zozeer van een beperking, maar onzeker binnen een relatie is natuurlijk van alle dagen. Ja. En van alle mensen. Mensen zonder beperking hebben dat. Ja. Ik heb het ook even gevraagd aan vriendinnen en die hebben het ook. Dus, maar... Dat is ja, iedereen heeft dat. Ja, dat is ja. Einde van de video. Nee. Waar ik dan onzeker over ben, binnen onze relatie, is bijvoorbeeld over mijn lichaam. Ik ben niet de allerslankste en ik zou heel graag wat kilo afvallen, maar dat is gewoon wat lastiger als je in een rolstoel zit. En dan ben ik altijd bang dat meiden die kunnen lopen, dat Stijn hen knapper vindt of en over dingen doen. Dingen ondernemen. Stijn is gek op de bergen, op bergbeklimmen, bergwandelen. Ik kan dat niet. En dat zijn wel dingen waar ik dan onzeker over ben. Van, oh, vindt hij dan een valide meisje niet leuker? Want daar kan hij dat wel mee delen, bijvoorbeeld. Dat zijn dan dingen waar ik het meest onzeker over ben. En over mijn hersenletsel ook wel eens. Over mijn energie, mijn beperkte energie. Dan denk ik, is een valide vrouw dan niet leuker? Want die heeft wel net zoveel energie als jij. En ik zou daar niemand die meer energie heeft dan ik. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan word je er ook moe van. Nee, nee, maar ik ben wel heel benieuwd, hoe ga jij om met mijn onzekerheid? Doe je daar, reageer je daar bewust op een bepaalde manier op? Of laat je het er gewoon zijn en het gaat vanzelf wel weer over? Of? Ja, ik denk dat de beste manier is om er geen aandacht aan te besteden. Okay. En natuurlijk ook wel gewoon proberen om de dingen... Om de grenzen niet te overschrijden, maar ze wel op te zoeken. Dus de grenzen van wat je met je lichamelijke beperking kan. Liever dan wat je met het hersenletsel kan natuurlijk. Want hersenletsel heb je denk ik veel langer last van dan wanneer ik je een berg opduw. En dezelfde dag staan we weer beneden. Maar je gaat er dus niet op een bepaalde manier mee om? Nou, ik probeer er rekening mee te houden. Ja, maar het is niet dat jij niet meer, je gaat nog steeds gewoon bergwandelen en dat wil ik ook gewoon dat je dat lekker blijft doen. Mm-hmm. Ja, nou wat ik probeer is, ik vind het ook niet erg om alleen te zijn. En juist in de bergen ben je gewoon echt alleen. En ik denk dat dat gewoon voor mij wel een soort van uitlaatklep is. Ik ben niet alleen trouwens, toen ik in de afgelopen zomer op de top van de tijden stond, stonden er ook 150 mannen bij. Ja. Maar het is wel gewoon, je bent wel op jezelf aangewezen en dat is af en toe heel fijn. Maar we zoeken ook bewust naar dingen die we wel staan. Zeker, ja. Het liefst in een combinatie dan natuurlijk van wat je leuk vindt. Ja, dingen die we wel samen kunnen doen. En zoals komende zomer gaan we dan naar Spanje met de auto
En we gaan wel aan het einde nog een aantal dagen naar de Pyreneeën. Ja. En het allerliefste zou ik ook gewoon meegaan met Stijn en ook alles doen. Dat is niet dus, voor die rolstoel en die paden. Nee. Maar dan kijken we gewoon hoe ver we komen, weet je. En ja. Anders gaat Stijn ook gewoon lekker een dagje weer alleen wandelen. En ik vermaak me ook wel met mijn boekje in de zon. Dat komt allemaal wel goed. Mm-hmm. Maar zolang je dat wel van elkaar respecteert, denk ik dat het ook wel goed komt. Ja, maar dan denk ik, je moet elkaar sowieso de ruimte gunnen. En jij gaat natuurlijk ook gewoon een week op Mallorca parkeren. Ja, met mijn moeder ga ik ieder jaar een week op vakantie. Lekker moeder-dochter dingen doen. Dus, dat is heel fijn voor je. Ja. Maar het is niet van dat je mijn onzekerheid altijd gewoon volkomen negeert. Helemaal niet. Nee, maar het is natuurlijk, onzekerheid is iets moeilijks en je kan blijven praten dat het nergens op slaat en dat het niet nodig is. Maar dan moet je zelf in gaan zien. En dat, ja, dat is iets voor jou. En je moet jezelf gewoon accepteren zoals je bent. Ja. En dat gaat wel iedere keer een stukje beter. En ik vertrouw er ook wel op. Dat Stijn mij leuk vindt. Maar dat is ook iets wat je zelf moet accepteren. Ja. Dat je bent zoals je bent. En dat je leuk bent zoals je bent. Zeker. En dat dan ben je ook kost natuurlijk gewoon tijd. Dankjewel. En, maar je maakt ook heel vaak grapjes daarover. Waarover? En niet bewust, niet om mij te plagen. Maar over mooie slanke vrouwen. Maar over Kate Upton. Wie? Jouw celebrity crush. Ah, Kate Upton. En dan neem ik hem maar gewoon niet serieus en denk, ja, daarmee jezelf vergelijken, dat heeft helemaal geen zin. Nou, mag best daar zijn je. Nou, nee. Ik doe niet heel veel voor de honden. Echt wel. Dus dat gelukkig kunnen we er wel gewoon op een goede manier mee omgaan. Ja, dat denk ik zeker. Mm-hmm. Ja, dus en ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jullie zit. Heb jij een relatie en ben je daarin ook wel eens onzeker over jezelf, over je beperking? Ik ben heel benieuwd hoe dat bij andere mensen is. Dus laat het dan vooral hieronder achter. En hoe gaat jouw partner daarmee om? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja. Dus, ik vind het een goede vraag. Heb jij nog een andere vraag over een leven met een beperking of over onze relatie? Die kun je hieronder ook achterlaten en dan beantwoorden wij deze vraag in de volgende video. Dan ben ik jullie voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog hieronder en laat een leuke reactie achter. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat dan ook even. Dat is helemaal gratis. Maar jij helpt mij er heel veel verder mee. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video weer. Tot dan! Doeg!